ouderen met ja, een indicatie, om het zo maar te zeggen, die kunnen hier intern wonen. We hebben ook aanleunbewoners, die wonen hier in hetzelfde gebouw, maar dat is anders geregeld qua zorg. Die wonen in principe zelfstandig en die kunnen hulp krijgen van de thuiszorg. Maar het is dus tweeledig, intramuraal en extramuraal. Okay. Dus al met al, in totaal zitten we op ruim 100 bewoners. Oké, okay. Ja, het is vandaag Enno Doet en jullie organiseren ook verschillende activiteiten. Wat voor activiteiten organiseren jullie vandaag? Via het Oranje Fonds heb ik ons aangemeld voor NL Doet. Ja, het is altijd leuk om iets voor de bewoners te organiseren. Hè? Ja, dat houdt mij altijd wel bezig om leuke activiteiten te doen. Ze zitten toch veelal alleen. En ja, iets leuks in een zaal met meerdere bewoners is altijd goed natuurlijk. Dus een high tea hebben we ons voor aangemeld. En daar hebben we een bedrag voor gekregen. En nou, daar hebben we muzikanten voor ingezet en gewoon allerlei lekkers. En ja, de zaal zit nu gezellig vol. Ja, ja, het ja. Ziet er gezellig ja. uit. En jullie organiseren ook in de zomer wel eens uitstapjes. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Laatste paar jaar hebben we niet zoveel uitstapjes georganiseerd. De doelgroep verandert hier intern. Ja, je hebt toch een indicatie nodig om hier te kunnen wonen. Dus mensen zijn niet meer zo zelfstandig als 15 jaar geleden, toen ze naar het verzorgingsbejaardenhuis misschien toen nog kwamen. Dus het wordt wel steeds lastiger om leuke dingen te organiseren qua uitstapjes. Het moet niet een hele dag duren. Ja, mensen met dementie die haal je uit hun vertrouwde omgeving. Dat maakt een uitstapje vaak alweer wat lastiger. Maar een visje eten in Termunten bijvoorbeeld, gaan we met een aantal busjes naartoe. Dat is wel een heel leuk uitje. Zijn ze toch even uit, lekker eten, doet het altijd goed. Ja. Dus dat zijn wel dingen die leuk zijn. En ja. Nou, vandaag kwam nog een collega met het idee om misschien met de mannen iets te ondernemen. Alleen de mannen. Is ook leuk natuurlijk, dus daar gaan we nu over nadenken wat we daarvoor kunnen doen. Ja, je probeert er zoveel mogelijk uit te halen wat dat betreft, ja. Ja. En muziek doet het altijd goed. En hoe zijn de ervaringen van de cliënten? Vinden ze het gezellig? Wat vinden hun ervan? Ja, sowieso één keer in de 14 dagen hebben we een muziekavond. En nou, vraag zo meteen maar. Je ziet gewoon dat ze even de zorgen aan de kant kunnen zetten. Hè? Muziek doet iets met mensen. De emotie, ja, genietmomentjes, het met elkaar samen zijn. Ja, daar merken wij aan dat gewoon hele goede activiteiten zijn. En ja, dat geeft mij ook voldoening. Hè? Na die tijd dat ze zeggen, het was weer gezellig. En ja, daar doe je het voor. Ja, precies. Ja, en ik lees hier dat jullie ook wel eens een vakantiereis organiseren. Hoe vaak doen jullie dat? Dat is de laatste paar jaar ook niet gebeurd. Dat staat misschien nog wel op de site. Wij hebben inderdaad meerdere zonnehuizen. Wij zijn redelijk groot met verschillende huizen. Toen hebben we inderdaad met elkaar een paar keer een vakantie georganiseerd. Zodat je met elkaar, want niet iedereen wil met zoiets natuurlijk meedoen. Dat we dan met de zonnehuizen gezamenlijk een leuke vakantie compleet verzorgd organiseerden. En okay. Ook dat was wel een succes. Dan ben je bijna één op één qua begeleiding. En mensen krijgen de nodige aandacht. De zorg die ze nodig hebben, vertier aan boord, ja, dat was wel geweldig. Ja. Ja. Ja, en jullie hebben hier best wel wat ruimte. Voor hoeveel mensen is deze locatie geschikt? Voor hoeveel bewoners bedoel je? Nou, 60 mensen intern en dan ruim 40 in de aanleun. Dus nou ja, we zitten iets over de 100 bewoners in totaal. Oké. Okay. Ja. En hoe gaat dat allemaal samen? Je hebt natuurlijk wel mensen vanuit verschillende doelgroepen. Hoe kunnen die goed samen met elkaar overweg? Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Want je hebt inderdaad de aanleunbewoners die zelfstandig wonen. En je hebt de interne bewoners die toch meer zorg nodig hebben. Maar het gezamenlijke, het gaat samen eigenlijk heel leuk en gezellig. Ja, wat dat betreft loopt dat op rolletjes. In coronatijd was het iets lastiger, want de aanleunbewoners wonen in principe buiten Sint-Jozef, zo moet je dat zien, extra muraal. Dus die hadden meer vrijheid dan de interne mensen. Dat gaf soms wat wrijving, maar over het algemeen gaan ze gewoon heel goed met elkaar om. Ja, dat is heel positief. Ja, precies. Nou, het lijkt me leuk om straks de bewoners te vragen wat hun ervan vinden. En hopelijk dat we vaker die activiteiten mogen zien en bewonderen. Ja, nou, dat inderdaad zometeen
kun je het inderdaad laten zien hoe het er een beetje aan toe gaat hier. Ja. Ja, wat is uw ervaring binnen het Sint-Jozef? Wat vindt u ervan? Van de gemeenschap en de sfeer? Heel goed. En ik hoor ook vaak terug, ook van koren en familieleden, dat hier een gemoedelijke sfeer heerst, dat het gezellig is. De een voelt zich niet meer dan de ander. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke dingen. En daar doen we met elkaar ons best voor, denk ik. Iedereen telt mee, iedereen heeft zijn waarde. Ja, daar doen we het voor. Met elkaar. Mensen hebben een hoop aan elkaar ook. Dat is gewoon zo. Ja. Jullie werken ook samen met andere externe partijen. Waar werken jullie vooral samen mee? Met WerkPro en met Lentis en met Cosis. We zitten inderdaad met verschillende partijen hier in het gebouw. En die samenwerking, moet ik zeggen, dat was in het begin wel even wennen. De benedenverdieping die wordt niet meer door Sint-Jozef gehuurd, maar door WerkPro. Dus als ik activiteiten wil organiseren, dan moet ik dat in principe afstemmen met WerkPro. Ja. Zij zijn tot 2:30 open. Ze hebben een restaurantfunctie. Dus dat was in het begin natuurlijk niet zo. Daar kon ik maar gang gaan. Dus nu zijn zij de leader in dit geval. Zij bepalen. Dus als ik iets wil organiseren, dan stem ik dat met hun af. En die samenwerking gaat steeds beter. Dus het komt ook ten goede van alle activiteiten. Ja, want wij hebben als locatie ingezet op het kleinschalig wonen. Dus wij hebben op iedere etage huiskamers gecreëerd waar bewoners van die etage naartoe kunnen gaan voor eten, drinken, activiteiten. Dat is toch een beetje de tendens van nu. De bewoners hebben meer zorg nodig, meer begeleiding nodig. Het zelfstandig functioneren wordt lastiger. Ja. Dus die huiskamers zijn heel belangrijk. En die grotere activiteiten zijn voor interne mensen wat minder belangrijk. Ja. Zo, dat geldt niet voor iedereen, maar dat is wel de toekomst. We hebben op 1 etage nu zorg met behandeling. Die mensen hebben een hogere indicatie en die kunnen soms minder prikkels verdragen. Dus daarvoor is het beter dat ze kleinschalige dingen gaan doen. Dat is overzichtelijker, dat is voor hun gewoon beter. Ja. Maar zolang er ook veel mensen zijn die de gezamenlijke grotere activiteiten waarderen, ja, dan gaan we daarmee door. Ja. En hoe ziet zo'n ruimte er ongeveer uit, zo'n woonkamer? Huiselijk, ja. Met tv's, relaxstoelen, actieve stoelen. Je kunt er spelletjes doen, je kunt er inderdaad relaxed zitten. Niet alles in een grote groep. Als iemand alleen aan een tafeltje wil zitten, dan kan dat ook. En dat is het mooie daarvan. Je kijkt wat iemand nodig heeft en daar pas je je omgeving op aan. Ja. Dus eigenlijk alle levensbehoeftes om fijn te kunnen leven, dat is hier aanwezig? Ja, in principe. In principe wel. Ja. We horen ook vaak van de bewoners terug. Hè? Ze kunnen in principe de hele dag op de huiskamer vertoeven, hun natje en droogje daar krijgen, hun aandacht daar krijgen. Dus ja, ik zie dat wel als heel positief. En waarom is het hier zo fijn om te wonen? Je bent hier toch, ondanks zeg maar, dat je hier opgenomen bent, toch een vrije man. Je bent toch een vrij mens hier. En dat vind ik heel belangrijk. Heeft u ook goede connecties? Kunt u goed praten met andere mensen hier? Nou, die tegenkom wel. Daar staat er ook in hoe mee overwerken. Ja, het is hier zeer fijn om te wonen. Ja, maar dan mag je rustig staan, ja. Ja.